Goedemiddag, middag, ja. Welkom bij deze live over het hobbyfestijn. Als ik me niet vergis, is dit de derde of de vierde al? Zo, ik wacht even rustig totdat iedereen binnen is. Ondertussen leg ik al wat spulletjes klaar waar ik straks mee aan de slag ga. Zo. Ik heb bijna alles uit het pakket gebruikt, behalve de schelpenstanzen en de vuurtoren. Maar de rest komt allemaal aan bod in dit kaartje. Hallo Beta, goedemiddag. Het stroomt er lekker vol. Ik ga gewoon beginnen, zodat we ook weer op tijd klaar zijn voor de volgende. En dat er ook nog wat pauze is. Nou, ik ga aan de slag met als basis pak ik een slimline mal. En je kunt daar natuurlijk een mal voor gebruiken, maar het is ook mogelijk om gewoon een slimline op maat te snijden. 10,5 bij 21 als ik me niet vergis. Dat is de afmeting van mijn basiskaartje. En in het geval van mijn kaartje vandaag. Ik leg even de andere spulletjes allemaal aan de kant. Heb ik die uitgestanze putpapier. Dus 10,5 bij 21. En die ga ik bewerken met inkt. En ik gebruik daar toevallig nu twee soorten inkt voor. Maar dat komt omdat ik de kleurtjes het mooiste bij elkaar vind. Ik gebruik de Memento inkten. En dan ga ik een beetje spelen met kleuren. Ik gebruik de Summer Sky, Bahama Blue en Teal Seal. En ik gebruik de Harmony inkt Spa Blue. En daarvoor gebruik ik als mask stencil deze toffe golfjes. Van Dutch Doobadoo. Goedemiddag iedereen die nog binnenkomt. Wat leuk dat er zoveel kijken ondanks het mooie weer. Is natuurlijk wel ook toepasselijk, hè? Vitamine C. En dat vandaag zo'n mooie dag. Ik bedenk me net spontaan dat ik nog iets erbij ga doen. Zo, ik pak even mijn... mijn houdertjes voor de inktjes. Zo. Wat ga ik doen? Ik heb dus de basis. Dat is de grootste stans van deze Craftlabs stans. Met die leuke puntjes erop. Ik pak mijn mask stencil en dan ga ik van groot naar klein. Dus ik pak als eerste de grootste golfjes. Die leg ik gewoon op mijn stencil. Als je het gemakkelijker vindt, kan je hem met een magneetje vasthouden of met tape of je houdt hem gewoon vast. Alles kan eigenlijk. En dan pak ik als eerste de Summer Sky met een foam pad. Dan ga ik rustig met draaiende bewegingen vanuit het maskstelsel naar beneden. Ga ik draaiende bewegingen maken richting papier. Goedemiddag iedereen die nog binnenkomt. Ik ben alvast begonnen. Het regent hier bij jou, Beta. Oh, hier is het echt hartstikke mooi weer. Heel warm. Ja, een toffe mask is dit, hè. Ik vind dat ook. Ik heb er ook al veel mee gewerkt. Zeker in combinatie met het Balalulu papier. Toevallig vanochtend nog een kaartje ook wat gemaakt, gepost. Kijk. Dan haal ik het tussentje eraf. En dat hoef je niet, want hier hangen we opgeplakt. Ik ga een beetje harmony erbij doen. Dat doe ik aan de onderkant, langs de randjes. Heel licht, heel weinig maar, want anders wordt het te donker. En voor een zomers
thema vind ik te donker ook weer niet leuk. Zo. Maar doe ik weer vanuit de glasplaat draaiende bewegingen naar boven. Dus ik zet het eerste moment niet mijn pet op het papier. Want dan krijg je een beetje ja, afdrukken eigenlijk van de pet. Pak ik nu teelzeel erbij. En die hoeft echt niet dik. Kijk, die is heel fel al meteen. Want dat wil ik niet te fel. Dus ik maak draaiende bewegingen. Eerst goed op een mask. En dan rustig. Alleen eigenlijk aan de bovenkant. En dan zie je dat die al heel goed pakt. En ontzettend fel is. Kijk. Leuk, hè? Ik pak ondertussen ook meteen een poetsdoekje erbij. Maar die wil ik klaar liggen. Dan veeg ik het mask even af. Om te zorgen dat de donkere vlekken daar niet komen waar ik het vooral licht wil houden. Dan maak ik mijn werkblad even droog. En dan ga ik met de 1 maat kleiner. Nee, ik ga die toch zo omdoen. Leg ik hem een stukje erboven en dan begin ik weer met de lichtere kleur. Dus ik ga weer even mijn pet omrijden. Pak ik weer de Summer Sky. Dan ga ik weer mijn draaiende bewegingen vanuit de mask richting het papier. En je ziet dat die kleur echt super licht is, heel subtiel. Echt heel mooi om daar als basis mee te beginnen met deze golfjes. Ik zorg altijd goed dat ik het mask vasthoud, zodat hij niet gaat verschuiven, want dan worden de lijntjes niet heel scherp en de zonde. Dan haal ik er voorzichtig de pet ervan af. En dan ga ik heel rustig, alleen aan de zijkanten, een beetje met de Harmony inkt werken, de Spa Blue. Zo. En dan pak ik de teal seal er weer bij. Kijk, er zit nog genoeg in de pet. Dus ik hoef niet opnieuw op het inktkussentje te doen. Dan ga ik weer van boven aan. Met draaiende bewegingen rustig naar beneden. En je hoeft niet te hard te duwen. Zie je dat? Dan maak je het weer gauw schoon. Even droog maken. En dan ga ik weer voor een maatje kleiner. Dus ik draai het staan ze gewoon in kwartslag. En dan ga ik weer beginnen met. Ik ga toch even kijken of ik die roze. Ja. Dat is wat handiger, hoef ik niet steeds om te wisselen. Kijk. Ja, ik ga weer draaiende bewegingen van boven naar beneden maken. Precies hetzelfde zoals ik toen net deed. Het hoeft niet hartstikke dik aangezet te worden. Het gaat erom dat het niet meer wit is. Dat de witte doorbroken is. Vervolgens pak ik weer de Harmony inkt. De Spa Blue. Dan ga ik weer vanuit de buitenkant naar binnen werken. Niet te veel, gewoon subtiel randje. Ik vind die kleurtjes samen gewoon echt super mooi. En dan pak ik weer mijn teal seal. Er zit nog steeds meer dan genoeg aan het inktpad. En dan ga ik weer draaiende bewegingen rustig vanuit het stencil naar beneden werken. Kijk. Oh, dat weet ik niet, Beta. Dat is een goede vraag. Misschien dat iemand van Noren zo hier nu in de chat antwoord op kan geven. Mocht je dat antwoord niet krijgen, dan zal ik... Dan zal ik even achteraf het antwoord geven. Maar dat weet ik nu even niet. Er staat ook geen nummer op. Dus het kan zijn dat het speciaal voor deze hobbyfestijn is gemaakt. Maar ik laat dat nog wel weten. Ik ga er even achteraan. Ik draai hem nu weer één kwartslag. En dan ga ik het laatste stukje zee maken. Dan maak ik draaiende bewegingen weer vanuit het mask naar beneden, naar het papier. Oh, kijk, waarom moet je hem dus goed vasthouden? Dat is zonde.
zo. Dan pak ik weer de Harmony inkt. Pak die erbij omdat ik die kleur gewoon echt heel tof vind. En die zit niet bij de Memento inkt. Dus vandaar dat ik ze gewoon combineer. En dan pak ik de Trill Seal weer. Pak toch een klein beetje nog erbij. Zo, kijk. Dan zijn de golfjes klaar voor dit stukje. Ah, oké, ik zie dat Joyce al antwoord heeft gegeven op de vraag voor dit mask. Dus Joyce heeft alvast antwoord gegeven. Dankjewel, Joyce. Nou, dan ruim ik deze inkt even een beetje op. En dan ga ik met, even kijken, Desert Sand. Ga ik nog hier aan de buitenkant van de rest van de mask nog een beetje een accent aanbrengen. Dat het niet te wit is, maar dat hoeft ook niet te donker die kleur te zijn. Daar zijn deze inktjes echt perfect voor. Dus dat doe ik ook weer vanuit de buitenkant met draaiende bewegingen naar binnen. Dan wordt het randje net wat donkerder. En van binnen krijg je ook een mooie... Ja, mooie fade-out is dat eigenlijk, hè. Zo. Kijk, hier heb ik dus de pet te snel op het papier gedaan. Krijg je een beetje een krenk, maar goed. Laten we zeggen dat ik er extra heb gedaan om jullie te laten zien wat het effect is als je niet goed van buiten naar binnen doet. vervolgens is dit stukje eigenlijk al zover klaar. Wat ik dan ga doen, ik ga deze vastplakken op een stukje craft kartstok. En dan ga ik dadelijk met de guideliners ga ik daar een mooi strak matlaagje op maken. Ik plak hem gewoon vast met Dutch Double Do Lijm. Mijn kaartje wordt nog in laagjes, maar dat matlaagje dat kan gewoon meteen rechtstreeks erop geplakt worden. Maar ik ga straks nog met diepte werken. Ik plak die gewoon een beetje zo, hoppakee. Even goed aanduwen. En dan pak ik mijn Memory Keepers Guideliner erbij. Ik ben een grote fan. Corrie heeft me aangestoken. En ik pak dan de tweede lineaal. En daar is, kijk, een heel dun laagje. Dan maak je echt super strakke matlaagjes mee. Ik ben er echt heel blij mee. Dus die leg ik gewoon met dat randje tegen mijn kaartje aan. Kijk, krijg je een super strak matlaagje precies even ver overal vandaan. Dat lukt eigenlijk nauwelijks als je het op maat snijdt en dan opplakt. Dan doe je dat langs alle vier de kantjes. Met mijn vingermesje. En dan heb je de basis, die is al af. Leuk, hè? En dan heb ik dus eigenlijk alleen maar van deze mal de grootste omtrek gepakt en die op een kartonnetje geplakt en die beïnkt. Nu mag dit aan de kant. Want ik ga nog wat beïnkten. En daarvoor ga ik nog twee matlaagjes maken. En ik laat jullie even zien hoe je dat handig kunt doen. Ik ga namelijk... een kaartje maken met wat venstertjes erin. En ik laat jullie nu zien hoe je dat het gemakkelijkste kunt doen. Ik pak een stukje kartstok kraft en een stukje wit. En ik ga alle vier de binnenste, dus van binnen naar buiten, alle vier de maten pakken.
En die ga ik gewoon in elkaar leggen op mijn papiertje. Zo. Kijk, en dan ga ik die zo leggen dat er overal precies evenveel ruimte langs is. Ondertussen pak ik mijn tape even, die ik alweer heb opgeruimd. Ik heb het hier al klaargelegd, maar goed. Dus niet. Maar ja, pak even wat andere tape, maakt niet uit. Oh, hier is die. Ik gebruik wat mask tape. Even een beginnetje op het einde zoeken. En ik scheur wel een paar kleine stukjes af. Zo. Kijk. Oeh. Zo. Dan plak ik die even op mijn trui, dat ze niet te stevig gaan plakken. Ik wil natuurlijk niet daar het papier kapot trekken. Dan ga ik de twee buitenste. Oh wacht, de buitenste die ga ik vastplakken, pardon. Dus dat doe ik met twee stukjes tape. Die plak ik tot op het randje. Vervolgens, die wat daarna komt, die hou ik even vast. En die wat daar binnenkomt, die wordt weer vastgeplakt. Dus dat is met die drie venstertjes erin. Nee, pardon, ik ben nu zelf in de war. Die hou ik ook vast. Kan je wel even vastplakken voor het gemak. En dan ga ik die venstertjes erin plakken. Kijk, ik hou dat vast. Dat kun je natuurlijk ook met een stukje tape doen, dat die blijft liggen. Kijk, zo. En hier een klein stukje tape. Het hoeft niet te strak te zitten, want het gaat er maar om dat ik die gebruik als, als maatstaf waar ik die binnenste ga plakken. Dus ik gebruik op het kraftpapier alleen de grootste maat, hè, van die vier. Dus deze. En die kleine vakjes wat ik hier nu in plak. Wel recht plakken natuurlijk. Het is ook vrij lastig als je niet echt met je hoofd boven kunt werken. Ik zie dat jullie me overal zien, pardon. Kijk, dan plak ik die vast. Vervolgens pak ik de twee kleinere stukjes. En die ga ik ook op dezelfde manier vastplakken. Dus ik pak weer twee kleine stukjes tape. En het blijft natuurlijk handwerk. Als je precies wilt nameten, kan dat ook. Maar ik werk vaak op het oog. Plak ik die ook weer aan het randje vast. En dat doe ik ook met dit stukje. Oh, ik plak niet helemaal vast aan mijn vinger. Zo. Kijk. En dan haal ik de twee binnenste. Die haal ik eruit. En dit is het stukje wat je op dit karton gaat, op dit kraftkartstok gaat uitstansen. Dat ligt nu precies op maat. Ik heb het alvast voor jullie voorgestanst en dan krijg je dit stukje. Ditzelfde ga ik doen op wit papier. Dan ga ik deze hier opleggen en vervolgens deze maat. En dat gaat hetzelfde. Ik zorg dat het in het midden ligt. Dus bij benadering, hè, wil je het nameten, kan dat, maar ik doe het meestal op het oog. Pak weer een stuk of vier kleine stukjes tape. Hoeven geen grote stukjes te zijn. Het gaat erom dat hij goed blijft vastplakken op het moment dat je hem door je stansmachine haalt. Dus ik plak eerst de buitenkant vast, boven en beneden. En vervolgens het binnenste ga ik weer zo positioneren dat ik kijk dat die in het midden zit. En dan plak ik die hier twee keer vast. Die ga ik ook door mijn stansmachine halen. Ook dat had ik al voorbereid. En dan krijg je dus deze twee venstertjes die precies
op elkaar passen. Vinden jullie dat? En daarvan gaan we de witte ook met de maskerstencil bewerken. Beetje in dezelfde stijl als ik dit stukje heb gedaan. Dus ik pak mijn maskerstencil er weer bij. En omdat dit zo klein, zo fijn is, gebruik ik hier alleen de kleinste maat voor. Ik zie dat ik hem nog moet schoonmaken, want anders wordt mijn lichtblauw te donkerblauw. Zo, ik leg die hierop. Dit is wel belangrijk dat je dit goed stevig vasthoudt, want het schuift natuurlijk zo. Je kunt het ook vastplakken. Maar als je je vingers goed hier ophoudt waar het papier onder zit, moet dat ook wel lukken. Zo. Dan pak ik weer de Harmony inkt erbij. De Spa Blauw. Of de Spa Blauw, wat zeg ik nou? Ja, zo heet hij ook. Spa Blauw. En dan ga ik een beetje langs de randen. Een beetje hetzelfde effect als beinkten. En vervolgens pak ik de... Even een beetje geprutst om mijn invinger eraf te halen. Pak ik weer de teelziel. Ik denk dat er nog wel trouwens genoeg op zit. Ja, kijk maar. Zo. Ga ik dit even hier ook een beetje met de lichtblauwe nog doen. Dus dat is de Summer Sky. Je komt daar ook van alles overheen, dus het hoeft niet te perfect, hè. Zo. En dan pak ik nog een keer die kleinste. Dan ga ik nog een keer met de teelziel eroverheen. En dan pak ik deze. En dan ga ik weer een beetje mee langs de lijntjes. Gewoon een beetje proberen. Kan eigenlijk niks misgaan met deze kleurtjes. Gewoon lekker een beetje proberen. Niet te dicht aanbrengen. Kun je nog altijd een beetje meer aanbrengen als je het toch wat mooier vindt. Nou, deze is weer prima. Vind ik in ieder geval. Dan ruim ik mijn blauwe kleurtjes op, want daar ben ik nu klaar mee. En dan pak ik nog een keer de Desert Sand. Ik heb dat dingetje eraf gehaald, maar die plakt nog goed, dus dat kun je nog gewoon gebruiken. Zo. En dan ga ik weer een beetje aanzetten langs de randjes. Een beetje hetzelfde effect wat je hebt als je beinkt. Het hoeft niet perfect, gewoon lekker speels. Als het ergens wat dikker is dan op een andere plek, is het helemaal niet erg. Want zeker voor mij gaan we echt wel een druk kaartje maken. Dus dit gaat gewoon een subtiele achtergrond. Zo. Deze kan ook aan de kant. Dan is de basis, de vorm eigenlijk al klaar. Kijk, zo gaat het dadelijk worden. Ondertussen ga ik even spieken of er nog vragen zijn. Ja... Lia, dat zou echt ideaal zijn als ik nog een staal handen erbij had. Stel je voor. Nou goed, ik heb even de vragen gauw doorgelezen. Ik ga toch snel door. Mocht er een vraag gemist hebben, wil je het maar even weten. Dan kan ik er nog antwoord op geven. Ik gebruik ook deze vorm. De Digital Bedoel Mal met het nummer... 470-784-140. Die heb ik alvast getekend op dit papier. En die ga ik vanuit de omtrek, die ga ik alvast uitknippen of snijden, wat je wil. Ik heb hier nu toevallig het mesje liggen, dus ik ga snijden. En dan doe ik alleen even de omtrek. Ik heb al veel voorbereid, dit nog niet. En ik wil jullie nog wat laten zien.
ik geloof Christa die, en Ria, die hadden met touw met deze mal gewerkt. Was ook echt super gaaf. Maar dat ga ik dus niet doen in dit geval. Ik ga met inkt een beetje een touw-effect hierop maken. En dat is gewoon wat handiger als het nog niet helemaal dun is uitgesneden. Dus vandaar dat ik dat nog niet had voorbereid. Ik snij uit de losse pols. Ik doe dit ook niet te precies. Zo. En we zijn alweer rond, geloof ik. Ja. Kijk, heb je nu de vorm. Wat ik dan ga doen. Ik heb een kwastje. Ik heb een wat platter kwastje. Dunner. En ik heb de Rich Cacao. Die breng ik aan op mijn werkblad. Zo. En dan ga ik aan de buitenkant. Ga mijn kwast hierin doen. En dan ga ik zo'n schuine streepjes een beetje maken. Ik heb eigenlijk net een wat te grote kwast gepakt, maar goed. En dan ga ik langs de hele kant van die streepjes zetten. En ik doe dat ook weer niet te strak, gewoon een beetje uit de losse pols. Want dadelijk ga je toch nog aan de binnenkant dit hier weghalen. Dan krijg je ook een heel klein beetje het touw-effect. Kan natuurlijk dat je ook twee kleuren bruin door elkaar gebruikt. Maar daar heb ik niet genoeg tijd voor in deze live. Bedenk ik me overigens nu ook pas. Maar dat zou ook kunnen dat je daar een beetje mee gaat experimenteren. Het ziet nu nog een beetje raar uit. Zo. Kijk. Zo ongeveer. Het hoeft niet te precies natuurlijk. Ik maak mijn werkblad weer even schoon en droog. Dan draai ik mijn mijn papiertje weer om, pak ik mijn mesje weer en dan ga ik deze stukken eruit snijden. Die cirkel had ik natuurlijk al eerder kunnen doen. Oh, die cirkel die, even op mijn voorbeeldje kijken, ja. Die snij ik wat groter uit, want die hoeft niet in het midden eruit te piepen, zeg maar. Ik gebruik dit stukje vooral voor het idee voor het touw. Dus ik heb het een stuk groter dan het rondje gesneden. Nu weet ik zeker dat die aan de binnenkant niet eronder uitkomt. En vervolgens ga ik hier ook aan de buitenkant van de potloodstreep ga ik dit lossnijden. Ik doe eerst even deze. En ik wil ook niet dat die onder het tweede laagje uitkomt. Omdat ik hem echt alleen maar dit stuk heb voor het stuk touw. Zo, vervolgens ga ik hier wel mooi op het lijntje. Dus aan de buitenkant waar die kronkel in zit, daar snij ik wel op het potloodstreepje. Zo. Kijk, en dan zie je dat je een beetje een touw... Oké. Oh, blijft mijn beeld misschien even vasthangen. Dat kan wel eens. Geen idee. Vanuit hier, ik kijk altijd mee op mijn tablet. En daar gaat alles wel nog prima. Ik
misschien een keer opnieuw opstarten, dat dat helpt. Het rechtse inktje. Deze? Lianne, bedoel je deze? Dat is de Desert Sand. Ook van Memento. Nee, dat klopt. Dat is iets wat me net is ingevallen. Sorry, die had ik inderdaad niet op het lijstje gezet. Maar ik vond mijn papier, mijn voorbeeldje, dacht ik ook van eigenlijk al wat te wit. En toen had ik me bedacht dat dat wel leuk was als ik daar nog een beetje mee zou kleuren. Ik zal dadelijk namelijk wel even het voorbeeld laten zien wat ik, wat ik heb gemaakt. Dan zie je de verschillen. Kan je kiezen zelf wat je het mooiste vindt. Even zoeken naar het juiste sponsje. En ik pak nog een keer de Rich Cacao erbij. En dan ga ik hier nog met mijn sponsje langs. Toch ook niet, hè? Perfect. Ik hou ervan dat het een beetje ruw is. Het valt eigenlijk ook echt niet meer zo erg op. Misschien dat iemand hem nog vandoor en zo in mijn lijstje erbij kan zetten. Lianne, de Desert Sand is dat. Een prachtige kleur, inderdaad. Doe ook een beetje aan de binnenkant. We hebben een lekker oud touw. Even veel in zee gelegen. Zo. Prima. Nou. Dan kunnen de eentjes allemaal aan de kant. Want daar ben ik nu wel helemaal klaar mee. En dan ga ik nog verder met, met de reddingsboei. Wat had ik gedaan? Ik heb een grote witte cirkel uitgeknipt. Of nagetekend en hier opgeplakt. Dat is deze vorm heb ik gedaan. Dus eigenlijk zonder de touwtjes. Dus dan heb ik zeg maar dit lijntje van hier tot hier getekend. En van hier tot hier. En dan heb ik het gewoon in één beweging door. Heb ik het geknipt of gesneden. Ik moet zeggen, ik snij heel vaak met mijn snijmesje. Maar als je knippen vindt, is ook prima. Nou, breng ik een beetje de Joubadou-lijm aan. En dan plak ik die met de potloodstreepjes naar beneden natuurlijk. Hierop. Vervolgens heb ik groot spiegelkarton gepakt. De tonic, die is volgens mij nu nog. En daar heb ik dus het kleine cirkeltje in uitgesneden. Ik laat het jullie eventjes op de mal zelf zien. Als ik deze heb opgeplakt. Zo. Dat is dus deze binnenste lijn. Die heb ik van rood spiegelkarton gedaan. Ik denk, is het dus wat anders. En de witte stukjes, de vier stukken, die heb ik gewoon op wit kartstok uitgesneden. Die had ik alvast voorbereid. En dat op zich wel voor zich wijst. En als je de mal kijkt, als je die witte stukjes opplakt, zie je dat dat precies altijd is waar het stukje touw achter de boei verdwijnt. Dus dat is wel een handig trucje om die stukjes een beetje gelijk verdeeld op te plakken op de band. Zo. Die is ook opgeplakt. Plak ik ook weer in het midden van waar het touw hier uitkomt. En vervolgens de laatste ook. Ondertussen spiek ik nog in jullie reacties. Ja, klopt Joyce. Ik had in mijn lijstje had ik deze nog niet erin gezet. Omdat ik me dat net had bedacht dat dat ook wel leuk erbij was. Ik vond het te wit. Een voorbeeldje.
zijn hele fijne inktjes, die Memento. Want je kunt er ook heel goed mee stempelen. Voor Easing inkten gebruik ik ook veel, maar daar kun je niet mee stempelen. En daar zijn die Memento inkten ook echt heel erg geschikt voor. Dus dat is super handig. Vervolgens heb ik ook het anker gebruikt. Die heb ik ook op wit kartstok uitgesneden. Het grootste gedeelte. En vervolgens het kleine stuk op zilverspiegelkarton. Dat is ook van Tonic. Daar heb ik de verpakking nog van. Ik laat even zien. Sorry. Kijk. Dat is deze. Daar heb ik het anker op uitgesneden. En die ga ik ook met lijm plakken op het witte stuk. Ik heb eigenlijk geen ervaring met core deco. Dus daar kan ik je helaas niet mee helpen. Ik weet namelijk niet of daar ook mee te stempelen is. En dat is natuurlijk wel het grote voordeel van de Memento inkt. Plus ik vind hun pastelkleuren echt super mooi. Die hebben die lichtroze. Die gebruik ik echt heel veel. En die lila. Ik zal ze even pakken. Kijk, dit is bijvoorbeeld deze. Of deze. Ja, die gebruik ik ook heel veel. Want dat vind ik heel mooi aan die Memento inkt. Dat ze ook die pastelkleuren hebben. Zo. Die is ook alweer klaar. Die gaat aan de kant. Dan kan ik eigenlijk al beginnen met alles op te pimpen. En wat ik me bedacht had, was dat deze hier zo half achter komt. En deze ga ik dadelijk hierin verwerken. Dan komt dat zo op mijn kaartje. Wat ik dus als eerste ga doen, is deze opplakken met de strips van bedenken van Jeje producten. Het zijn deze foam lines. Die gebruik ik heel graag voor het opplakken van deze onderdelen. Ik ga even mijn schaartje erbij pakken. Pak maar even deze. Ik weet niet waar mijn andere is. En ik plak die maar met kleine stukjes vast, want ik wil nog genoeg plek hebben om zo meteen mijn anker ertussen te duwen. Zorg in ieder geval dat de hoekjes, dat die goed verhoogd zijn. Zo. Zo. Deze plak ik er terug. Die kan ik daar nog gebruiken. Dan pak ik de achterkantjes er vanaf. Goed aandrukken. Zo. Ja, leuk met het spiegelkarton, hè? Geeft net een extra effectje. Ja, het blenden gaat ook super mooi met Memento. Klopt. Ik denk dat de Memento inkten toch de inkten zijn die ik het meeste gebruik, waar ik toch het snelste naartoe grijp. Ik vind het namelijk ook leuk als je een kaartje maakt en je beinkt dat kaartje en in dezelfde kleur kun je daarop stempelen. Dat vind ik echt super leuk. Zo. Vervolgens kun je hier ook van die foamstripjes op. En dan plak ik vooral even deze kanten. Even kijken, zo. Even goed vast, want hier komt natuurlijk de zwemband onder. Deze is op, die kan alvast opgeruimd worden. Langs deze kant kan ook nog wat verhoogd worden. De andere kant
daar komt dadelijk dat, die boei onder. Nee, je wil niet. Zo. En dan pak ik ook natuurlijk nog even wat foamtape. Zo hier, even kijken. Ik denk dat ik hem zo plak. Dan plak ik hier een foamtapeje. En hier. Ja, perfect. En dan zie je hem niet. En dan plak ik hier ook nog eentje. Zo. Dan moet ik even een beetje met mijn hoofd overheen. En dan gaat deze hier op die manier eroverheen. Even kijken, ik heb hem enigszins in de midden plak. En deze ga ik hier tussenin stoppen. Eens even kijken hoe ik dat ga doen. Kijk zo. Dan pak ik weer kleine stukjes foamtape. En die plak ik hieronder. Kijk zo. Deze plak ik dan hieronder. Zo, dan is de kaart eigenlijk al af. Nu hoeven we hem alleen nog maar op te pimpen. En dat kunnen we natuurlijk doen met het toffe stickervel. En met de plaatjes. Ik had die al uitgeknipt. Ik pak die er even bij. Dan heb ik een heel zakje al voorbereid. En dan leg ik dat aan de kant. Denk ik, vind ik het eigenlijk onder de life lekker snel. Maar vervolgens vind ik hem niet. Het is echt ongelooflijk. Goed, dan hou even knippen. Dat maakt ook niet uit. Pak ik even velletjes erbij. Als ik dadelijk de live video stopzet, dan vind ik hem meteen. Dan ligt hij echt op een super logische plek. Dat heb ik altijd. Lekker chaotisch weer. Nog dus, ja, ook blij beter dat het herkenbaar is. Ik vind het altijd zo irritant. Ik heb net als een... Oh, hier zijn ze. Ik heb namelijk net heel erg zitten knippen. Ik denk, oh, dan gaat het in die live lekker soepel. Kan ik het gewoon opplakken. En vervolgens vind ik ze niet. Horror. Nou. Kijk, en dan heb ik alvast wat plaatjes allemaal uitgeknipt. Die kunnen we er gewoon lekker tussen gaan doen. Het anker vind ik leuk. En nou ga ik van zoiets allemaal erin plakken. De walvis is natuurlijk ook wel leuk, hè? Kijk. Zo. Ik gebruik er eigenlijk altijd 3D-kit voor. Ja, precies, Monika. Het lag toch echt weer eens voor mijn neus. Dank jullie wel dat jullie het zo herkenbaar vinden. Ongelooflijk, hè? Dus even kijken. Ik vind het lijkt me ook wel leuk om nog een labeltje erbij te maken.
En dan ga ik voor deze. Die plak ik even op wat grof. Een beetje te matten. En dan ga ik even uit de hand. Ga ik er een mat laagje omheen knippen. Die stickers zijn heel erg dun. Dus die is niet dik genoeg om daar met je guideliner overheen te gaan. Anders had ik dat wel gedaan. Maar ik los het dus even zo op. En misschien als ik die hier aan bevestig, is het ook wel leuk om deze er nog bij te doen. Zo, dat ga ik op dezelfde manier even doen. Zo. Je mag die nog een beetje smaller. Kijk, dan ga ik hier een gaatje maken. Kan ik die mooi aan het ankertje vastmaken. Ik pak even een gaatje. Maak ik er even snel in. Ondertussen. Tja. Nee, met knutselen ben ik echt, echt niet gestructureerd en geordend. Nee, absoluut niet. Maar als ik dan eens alles heb opgeruimd, hele knutselkamertje, dan A, dan komen er geen ideeën en B, ik ben alles kwijt. Dus eerlijk gezegd denk ik dat ik ook maar niet meer moet gaan opruimen. Ik pak een stukje hemkoord erbij. En een stukje gewoon touw. Lijkt me ook wel leuk bij dit projectje. Even kijken. Ik pak gewoon even. Ik weet niet even hoe lang het is. Het is wel heel dik. Dus ik heb eigenlijk net een wat te dun gaatje gepakt. Dan gaat eigenlijk als ik dat er doorheen haal het hele touw rafelen. En dat is ook zonde. Ja, dan doen we gewoon een wat groter gaatje erin maken. Ik lees alleen maar herkenning. Dat is fijn. Kijk, haal ik het touwtje er doorheen. Zo, dan pak ik een wit hemkoord. Dan maak ik een strikje omheen. Oh, moet ik natuurlijk wel hier doorheen halen. Zo, mag een beetje losjes, dat je allebei de teksten nog goed ziet. Een stukje hemkoord. Maken we een strikje in. Normaal maak ik dat lintje altijd vast met een magneetje, dat je beter kan strikken, maar daar is dit touw natuurlijk veel te dik voor. Dus dat gaat in dit geval niet. Maar maakt niet uit. Kijk, deze kan ook wel een stuk korter. Hè? Zo. En dan kunnen we de plaatjes erop gaan doen. We kunnen natuurlijk ook overal nog een beetje doorheen steken. Een beetje kit breng ik dan aan. En hier ook. Zorg dan wel dat je het even goed laat drogen. Dat je het niet helemaal plat duwt. Dat is ook zonde. En dan doe ik hier ook een beetje kit. En een beetje onder het pootje. Ja, als je die kit gebruikt, is het natuurlijk ook fijn dat je het nog een beetje kunt positioneren. Al moet je wel opletten dat je dan niet overal de kit ziet. Het is wel doorzichtig, maar zeker op het spiegelkarton. Zie je dat wel super goed. Kijk, doen we die hier.
Allemaal herkenbare situaties. Nou, boeitje, die plak ik hier. Misschien wel grappig dat net lijkt of die in de golf is. Zo. Kijk, dan kan je gewoon net zo druk maken of zo rustig maken als dat je zelf wilt. De sky is the limit. En aan dit knipvel zijn allemaal van die leuke, van dat ja, zeewier of wat is het. En je hebt hier ook nog van die leuke stenen met van dit gras. Kun je er ook nog overal leuk bij plakken. Dus je kan eigenlijk gewoon helemaal losgaan. Je hebt dan van die leuke keien. Kun je hier ook nog plakken. Zo. Nog een maatje groter. Dan maak ik dan een beetje, breng een beetje meer lijm op aan dat hij dan wat diepte heeft. Zo. Zo, kijk. Leuk, hè? Een lekker druk kaartje. Daar had ik vandaag zin in. En dan kun je natuurlijk ook nog wat zeesterren. Ik heb hier een grote, die is wel leuk. En die kun je overal een beetje tussen steken. Een schelpje. Zo. Even de plaatjes weg. Zo vind ik hem wel goed. Ik zal even mijn ander voorbeeldje laten zien wat ik had gemaakt. Daar heb ik dus alles wit gelaten. Kijk. Dit zijn de voorbeeldjes die ik heb gemaakt voor deze live. En ik ben echt helemaal fan van dit papier. En wat ik zo leuk vind is, je kunt allemaal kleurenthema's doen. Hè? Deze zijn vrij neutraal. Maar ik heb hier dus vooral dit roze in naar voren laten komen. Die heb ik vanmorgen nog gemaakt. Dus ook met dit papier. En ik ga al stiekem een sneak geven, want deze is voor morgen. Die wordt morgen gepost. Leuk, hè? Die is juist weer met dat oranje. Ik vind dit echt heel tof papier. Nou, ik hoop dat ik jullie heb kunnen inspireren. Ik ben heel benieuwd wat jullie aan mee gaan maken. Ik zal zo meteen een foto maken, dat jullie het ook op internet zien. En zo worden natuurlijk weer frame of iets dergelijks wil verhogen, gebruik ik eigenlijk altijd foam. En als ik van die kleine versieringen wil gebruiken, gebruik ik de 3D kit, omdat ik daarmee beter nog kan verplaatsen en wisselen. Dus ik vind het wat gemakkelijker om dan te kijken wat ik waar wil hebben en te verschuiven. En met die 3D kit kun je in verschillende laagjes werken, zoals ik hier heb gedaan. En met die foam tape is dat meteen weer heel erg dik. Dus vandaar dat ik dat op die manier doe, maar dat is natuurlijk wat je zelf het fijnste vindt. Nou, heel veel plezier nog vandaag. En post vooral jullie creaties ook op internet, hè? Ik ben heel nieuwsgierig. Hele fijne dag en tot de volgende keer. Doei!